En nog één vraag is van die: waarom landt Poetin niet gewoon met parachutisten daar in Kiev, wisselt de regering en klaar? Ik heb voor zover ik weet, zijn er helemaal geen parachutisten gebruikt. En dan moet ik zeggen dat dat parachutisten, dat klinkt natuurlijk enorm spectaculair. En dat is ook in de Tweede Wereldoorlog. Bij meerdere gelegenheden zijn heel omvangrijke uh, parachuteacties uitgevoerd en nooit met verschrikkelijk veel succes. Ik geloof. Nee, Market Garden, klassieke mislukking. Van, waarbij, weet ik het, een anderhalve divisie, divisie van parasitisten naar beneden is gekomen. Nee, daar treedt Er zijn een tal van voorbeelden van, van grote acties met, met valschermen, studen, studenten, zou ik zeggen, soldaten. En dat. dat je bent enorm kwetsbaar. Je kunt geen zware wapens, of althans niet veel zware wapens, meesturen. Het is de vraag of iedereen goed terechtkomt en niet blijft hangen in een boom. Of, nou ja, dus dat, ik, misschien hebben ze het ook onderschap, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar We hebben het vaak gehad over hoe de Tweede Wereldoorlog verliep, hè? met welke routes gevolgd werden. Snap jij nu hoe Poetin aanvalt? Ja. Ja, dat is natuurlijk in dit geval is die, is het een voordelige zaak voor de aanvallers aanvallen, aangezien de aanvallers rond vrijwel de hele. Eh, afgezien van het stukje, Polen, Polen Slowakije en Roemenië eh, rond de hele, hele Oekraïne staan. Dus dat is wat dat betreft is wel makkelijk. Of dat goed georganiseerd is, hoe, hoe effectief die, die troepen zullen vechten. Dat weet ik niet. Ik begrijp ook dat er weer voor vliegvelden zo speciale elite troepen werden ingezet. Die echt goed kunnen vechten, zal ik maar zeggen. Of toch flink geoefend zijn. Maar ik kan dat niet beoordelen in hoeverre. Ik weet te weinig van militaire kwesties. Okay. Het, zal, het zal blijken in de praktijk hoe het gaat. Pleun wil weten, kan Oekraïne winnen? Op de lange termijn wel. Maar dan hebben we het echt over de lange termijn. Dat is tien jaar of langer? Ja, omdat ik denk dat ik geef niet veel voor de stabiliteit van uh, de Russische Republiek. Dat is eigenlijk mijn probleem. Maar dat kan ook over meer dan tien jaar zijn. Kijk, in het algemeen zijn mijn voorspellingen zijn zodanig gegeven dat ze pas gecontroleerd kunnen worden als ik dood ben. Dat is eigenlijk de fout die ik afgelopen woensdag heb gemaakt. Had iets moeten voorspellen voor over 15 jaar. Bij opeen bedoel je dat? Ja, 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 ja. precies. Ja. Carlijn die zegt: in hoeverre is er een overeenkomst tussen Hitler in, in 1939 en Poetin nu? Nou, ja, het, 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 Poetin heeft een heel verhaal bij, bij wat hij nu gaat doen, de bezetting van Oekraïne omdat hij zegt, het is een onderdeel van Rusland. En op zichzelf is dat deels, heeft hij er deels wel gelijk in natuurlijk. Alleen ja, de ontwikkeling van Oekraïne is zodanig geweest dat, dat die Oekraïne dat die zich verzelfstandig heeft. En omdat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is, wat gerund wordt door dieven en moordenaars, zoals ik al zo vaak heb gezegd, eh, is de Oekraïne natuurlijk blij, of althans de burgers van het land zijn blij, dat ze niet te maken hebben met dat onderdeel. Wel te maken hebben, maar niet geïncorporeerd kunnen worden door het onbeschrijfelijke klotenland. Dat is wat Poetin nu aan het doen is. Omdat hij er bang voor is. He? Elk succes van Oekraïne straalt af op zijn wansucces. Op dat arme economietje wat ze erop nagaan. En wat dan ook nog systematisch leeggestolen wordt. Niet waardoor dat wat, wat crony capitalism heet. En wat dat is? Dat is dat je... Dat, ja, dat het één grote corrupte zooi is. En dat met name de elite. niet waar geld uit de economie steelt. en wat ik al zei, niet in eigen land belegt. maar elders. Ja. Maar zijn er overeenkomsten tussen Hitler en Poetin wat dat betreft. of is dat niet te vergelijken? Nee, dat is niet te vergelijken. Om okay. een eenvoudige reden dat Duitsland toen. Een, een eerste klas economische macht was. Een eerste klas wetenschappelijke macht. En gek genoeg, denk ik, is, is de Russische economie zo klein. Dat je die niet met de Duitse economie van de jaren dertig kunt vergelijken. Hm. Nou even afzien van het feit dat, dat Hitler nog wel een aanzienlijk ernstiger patiënt was dan, eh, dan Poetin. Hoe bedoel je dat? Nou ja, Poetin is ook niet goed, snik. Anders, anders had hij dit helemaal niet gedaan natuurlijk. En had hij zich bezig gehouden met, met te zorgen dat zijn eigen land wat beter op orde was. En, en behoorlijk functioneerde. En had hij een aantal van die dieven en die moordenaars ontslagen. En, nou. Ja. Goed, daar hoort hij zelf bij. Maar goed, hier zit natuurlijk ook een in de vraag van oké, okay, kan het een derde wereldoorlog worden als dit gebeurt? Nee, dat, zou ik, dat denk ik niet. Nee. Maar goed, ik ben een onverbeterlijke optimist, maar ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Hoe, ja, zou, je... dat, hoe zou dat dan moeten worden veroorzaakt? Nou ja, ja, dan zou die morgen dus een aantal NATO-landen aan moeten vallen. Hm. Als deze op zichzelf vrij beperkte troepen maar doorrijdt en, uh, ja. en, en ook uh, weet ik het, uh, Breslau, Worklar. Uh, Poolse steden gaat aanvallen, maar maar dat die, zit er toch helemaal niet. In, in die Baltische Staten heb je nog een stukje Rusland. Dat ligt eigenlijk. Ja, die... dat is bij Kaliningrad. Ja. Ja. Er zijn of nog... Van A, met dieren weet weer niet Ja, ja. Er zijn mensen die zeggen, die, hij wil dat erbij gaan betrekken. Hij wil daar ook uh, wat gaan dat doen. Dat lijkt me geloof ik een, een donder van. Ben je wel eens in Oekraïne geweest eigenlijk? Nooit. Ik hoop er ook nooit te komen. Ja. Ik uh, hoop sowieso mijn toeristische bezoeken in de komende restant van mijn leven zo beperkt mogelijk te houden. Ja, Bert, Daan, je wil weten waarom denkt de Oekraïne dat ze militair gezien enige kans hebben op succes, waarvan jij zegt dat is misschien helemaal niet zo. Of? Ik weet niet of ze dat denken eigenlijk. Hoe weet hij dat ze dat denken? Nou, dat leidt hij ergens uit af. Hij leidt het ergens uit af. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat die Oekraïners dat die helemaal niet denken dat ze dat ze, laten we zeggen de Russen echt van de deur kunnen houden. Ja. Nou, Mats Blokker, die wil nog weten hoe je naar Zelensky kijkt, dat hebben we al uh, besproken. Ja, die doet het goed. Ja, ja. ja, Paul zegt: Is Poetin echt gek of heeft hij wel een doel? Nou, dat is heel. Ja, hij heeft een heel concreet doel. Hij heeft hele concrete doelen. Die zijn ook heel duidelijk. Namelijk het versterken van de strategische positie van, van die Russische Republiek. Hmm. Die natuurlijk, ja, dat moet je wel constateren natuurlijk tussen 89 en nu is die Russische Republiek, denk even aan het, aan het imperium van de Sovjet-Unie, dat reikte tot het centrum van Duitsland, tot, tot weet ik het, uh, uh, kijk even waar de grens van de DDR ligt. Ja, er is zo'n plaatje van, en dat is gewoon ja, nog helemaal kijk even naar Wolfsburg, dan heb je een beetje, dat lag vlak op de, op ja. de zonnegrens, heb je een beetje een idee tot waar het was. En ja, uh, dat, dat is totaal verdwenen. En nu was juist het punt van, Poetin is... ...dat eh, met het teloorgaan van Oekraïne als een, als een vast onderdeel van, het, van die Russische Republiek... ...dat de toestand strategisch gezien nog veel veel erger was geworden. Ja. Want in de Sovjet-Unie was het Rusland als, als moederland, zeg maar, met een aantal satellieten. Ja, ja, met een enorm strategisch cordon sanitaire in Europa... ...wat ze te danken hadden aan hun op zichzelf spectaculaire overwinning in de Tweede Wereldoorlog... He? En dat hebben we te danken aan die Stormen Duitsers die die oorlog zijn begonnen in de tijd. Zit er een kans in dat er weer een nieuw ijzeren gordijn komt tussen Europa en Rusland? Nou, dat, dat soort van gordijn zal er wel zijn, al komt, zit er een heel groot gat in waardoor die pijpleiding loopt voorlopig. Want je kunt natuurlijk wel zeggen: Nord Stream is nu eventjes stilgezet. Maar er komt toch een hoop gas uit de, de Sovjet-Unie. Sorry, uit de Russische Republiek. Ja. En dat, voor zover ik weet, zal voorlopig doorgaan. Het kan zijn dat we daar ook twisten over krijgen, maar dan moeten we ondertussen wel. En dan kom ik weer terug op mijn punt op de lange termijn. We hebben nu wel geleerd dat je, dat je er geen staat op kunt maken. Nee. En dat het misschien nuttig is om alternatieve gasleveranciers eh, te mobiliseren. Kunnen we iets doen om de mensen in Oekraïne te helpen? Wordt ook gevraagd via de sovjet Ja, dus die vluchtelingen behoorlijk op te vangen, natuurlijk. En ik weet niet wat voor problemen er zullen ontstaan. Of het kan zijn dat er allerlei tekorten ontstaan. Eh, en dan moeten wij pal staan om ze te helpen. Ja. Ik zou zeggen, alles wat mogelijk is op dit terrein moeten we vooral doen. Ja. Rik, die vraagt nog: heeft het Westen Poetin onderschat? Hadden we eerder moeten reageren? Ja, dit is ook weer uh, wijsheid achteraf. Hè? Wie had er nou rekening mee kunnen houden dat er zoiets geks gebeurde als de bezetting waar hij nu mee bezig is van Oekraïne? Ja. Ik zwijg even van de critici en niet waar, die meestal ook anoniem uh, allang wisten wat er precies ging gebeuren. Ja. Waarbij ik het wel jammer vind dat ze dat niet hebben laten weten. Nee, nee, maar iedereen, hield, hield, iedereen hoopte natuurlijk hetzelfde. Ja, en iedereen hoopt hetzelfde. Ja. Zo is dat. Maar er was ook een hele goede reden om dat aan te nemen, vond ja. ik. Ja. Vind je, als je na, naar Europa nu kijkt en hoe ze tot, tot oplossingen komen, vind je dat bijvoorbeeld sterk overkomen? Of zeg je nou, dat gaat nog wel allemaal heel moeizaam aan de Ik had verwacht dat het zo zou gaan als het nu gaat. En grotendeels lijkt iedereen het met iedereen eens te zijn in deze beginfase van, van dit drama. Ja.